Vandaag een antwoord op de vraag van Joke. Joke heeft al veel dingen gehoord en gelezen over CBD-olie, ook wel wietolie of cannabisolie genoemd. Heel veel mensen gebruiken deze olie om allerhande klachten te verminderen, want deze olie zou helpen bij het verminderen van allerhande klachten. Joke wil graag wat meer weten over de werking van deze olie en wil vooral en specifiek weten of de werking hiervan ook van gunstige invloed kan zijn op haar gewicht, want Joke wil graag afvallen. En dat lukt haar niet altijd even goed. Kan deze olie en de werking van deze olie, kan dit ook van gunstige invloed zijn op je lichaamsgewicht? Dat is de vraag van Joke, welke ik vandaag zal beantwoorden. Want met een dergelijke vraag zullen ook vele anderen, net als Joke, kampen. Omdat er zoveel gezegd en alleen maar gunstige dingen wordt over CBD-olie. Eerst is een stukje over je autonome zenuwstelsel, want op dit zenuwstelsel en de werking daarvan heeft CBD-olie, althans de stoffen daarin aanwezig, de cannabinoïden, invloed. Jouw autonome zenuwstelsel is een zenuwstelsel welke los van jouw bewustzijn functioneert, automatisch functioneert. Daar heb jij zelf geen invloed op. En dat is maar goed ook, want de acties welke dit zenuwstelsel teweeg brengt in jouw lijf, zorgen voor balans in jouw lijf en zorgen ervoor dat jij allerhande stressfactoren, geestelijke en lichamelijke stressfactoren, kan overleven. In jouw lichaam dient balans te heersen, een evenwicht te heersen. Enkel wanneer dit evenwicht heerst, kan in alle delen van jouw lijf een goede stofwisseling voort blijven bestaan. En dat is wel heel erg belangrijk, want alleen dan kun jij overleven. Deze balans, dit evenwicht heerst op het moment dat er een ideale voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan heerst. Jouw lichaam is in staat met behulp van allerhande signaalstoffen om deze ideale voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan zoveel mogelijk intact te houden. En elke afwijking daarvan, elke verstoring van deze ideale voedingsstofsamenstelling, zal jouw lichaam onder invloed van jouw autonome zenuwstelsel, het zenuwstelsel waar jij totaal geen invloed op hebt, elke verstoring daarvan zal jouw lichaam als de wiedeweerga ook weer proberen te herstellen. Jouw lichaam bezit allerhande zenuwreceptoren, waarnemende zenuwreceptoren, welke waarnemen wat er allemaal in de omgeving van die zenuwreceptoren gebruikt. Er zijn extroreceptoren, welke waarnemen wat er allemaal in jouw omgeving gebeurt. En er zijn ook introreceptoren, welke waarnemen wat er allemaal in jouw lichaam gebeurt. Naar aanleiding van een prikkeling in een bepaald deel van jouw lijf, van jouw zenuwreceptoren, moet er activiteit plaatsvinden in dat deel van jouw lijf. Want als zenuwreceptoren ergens in jouw lijf geprikkeld worden, dan vereisen deze prikkelverwerking. En dat is activiteit, want dat vereist energie. Jouw lichaam, jouw zenuwstelsel, zorgt er altijd voor, met behulp van de ideale voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan, dat er altijd wat enige brandstof in de vorm van glucose beschikbaar is in jouw bloedbaan om aan de vraag van jouw lichaam, nadat zenuwreceptoren ergens in jouw lijf geprikkeld zijn, te kunnen voldoen. Maar wanneer er opeens heel veel prikkels ontvangen worden in meerdere delen van jouw lijf. Stel, jij gaat bungee jumpen. Stel, jij consumeert alcohol. Stel, jij consumeert voeding met daarin allerhande belastende stoffen. Stel, jij rookt een sigaret. Dan komen er opeens stoffen in jouw lijf welke de balans in jouw lijf verstoren en jouw zenuwreceptoren overprikkelen. Er is stress. Er is acute stress. Met als gevolg dat daar waar bijvoorbeeld de zuurtegraad in jouw lijf opeens acuut verhoogd raakt en zenuwreceptoren opeens flink geprikkeld worden en daar heel veel energie vereist is, moet om aan die energiebehoefte te kunnen voldoen, jouw bloedbaan flink leeggeput worden van brandstof. En soms is dat nog niet eens voldoende, dus moeten ook omliggende weefsels
acuut leeggeroofd worden van vocht en allerhande voedingsstoffen om aan de vraag van het overprikkelde deel van jouw zenuwstelsel te kunnen voldoen. En daar waar de balans in je lijf flink verstoord, heftig verstoord is geraakt, om die balans maar snel te kunnen herstellen. Deze reactie, actiereactie van je lijf, wordt uitgevoerd door het orthosympathische deel van jouw autonome zenuwstelsel. Op basis van deze stressreactie wordt echter wel jouw bloedbaan uitgeput van brandstoffen, worden omliggende weefsels uitgeput van vocht en bouwstoffen, raakt de totale balans in jouw lijf, het evenwicht in jouw bloedbaan, de ideale voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan raakt helemaal verstoord. Maar gelukkig bezit jouw autonome zenuwstelsel ook een parasympathisch deel. Deze is gericht op na activatie van jouw lijf. Want de stressreactie, wat betekent dat? Er zullen allerhande stofjes, signaalstoffen, neurotransmitters en hormonen geproduceerd worden in je lijf. Na de overprikkeling, heftige prikkeling van jouw zenuwreceptoren ergens in jouw lijf, zullen er stofjes geproduceerd worden, welke de delen van je lijf die dan enorm actief moeten zijn om die te stimuleren, maar ook andere delen van je lijf die op dat moment minder belangrijk zijn om die af te remmen. Vervolgens is dus jouw bloedbaan leeggeroofd van vocht en voedingsstoffen en ook omliggende weefsels leeggeraad van vocht en voedingsstoffen. En oh, dan heb je een probleem, want als de ideale voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan verloren is gegaan, wow, dan kan het zo zijn dat jouw hersenen een onvoldoende aanvoer krijgen van glucose. Kan het zijn dat jouw hart onvoldoende aanvoer krijgt van glucose. Wow, dan kan er een heel groot probleem ontstaan. Dus nadat jouw autonome zenuwstelsel door acute prikkeling van jouw zenuwreceptoren is geactiveerd, dan zou ook vanuit dit zenuwstelsel zou de productie plaatsvinden van allerhande stofjes, welke weer voor kalmering gaan zorgen, welke weer voor rust gaan zorgen. En vervolgens, wanneer die rust, kalmering en ontspanning weer heerst, na die activatie weer voor herstel zorgen van de balans in je lijf, herstel van beschadigd weefsel, want deze uitputting die heeft tot gevolg dat de weefsels beschadigd raken en het ook weer actief maken van de organen en weefsels in je lijf die daarvoor even werden uitgeschakeld omdat die eventjes niet mee mochten doen omdat er acute stress heerste in je lijf. Jouw lichaam zal dan antistressstofjes gaan aanmaken welke voor die ontspanning, rust en vervolgens ook het herstel in je lijf gaan zorgen. Want je lichaam is dus altijd op zoek naar ontspanning, naar inspanning, naar herstel, naar afbraak. Je lichaam bezit allerlei stofjes die dit mogelijk maken. En de cannabinoïden, dit zijn ook stoffen welke jouw zenuwstelsel zelf kan produceren en zal produceren na overmatige prikkeling van jouw zenuwreceptoren, dus na activatie van jouw autonome zenuwstelsel en acute stress. Dit zijn stofjes welke jouw zenuwstelsel ook zelf zal produceren, welke vervolgens zorgen voor het afremmen van van overprikkelende signalen. Want als jouw lichaam enorm gestimuleerd wordt om te reageren op stress, dan moet daarna jouw lichaam ook wel weer gekalmeerd worden en moeten de signalen welke stimulerend werken ook wel weer afgeremd worden. Cannabinoïden, de stoffen welke je lichaam zelf kan aanmaken, maar welke dus ook in CBD-olie zitten, worden dan geproduceerd welke kunnen zorgen voor het afremmen van de stimulerende signalen. En welke vervolgens zorgen om bij te dragen aan het herstel in je lijf voor de productie van cytokines. Dit zijn signaaleiwitten welke bijvoorbeeld zorgen voor een goede werking van je afweersysteem. Want na activatie van jouw autonome zenuwstelsel en acute stressreactie en de uitputting van je lijf, zal de zuurtegraad in jouw weefsels verhoogd zijn geraakt, jouw weefsels uitgeput zijn geraakt van vocht en voedingsstoffen en zullen ook beschadigingen hebben plaatsgevonden. Wanneer dan vervolgens niet toegewerkt wordt naar herstel en activatie van jouw afweersysteem, dan kan daar
daaruit een verdere schade aan jouw weefsels ontstaan. Kunnen ook jouw cellen ongeremd gaan delen. Dat kennen wij van het ontwikkelen van tumoren in jouw lijf. Dat willen we allemaal niet. En daarom moet na uitputting en beschadiging van je lijf dus wel weer rust en herstel kunnen komen. En daar spelen de cannabinoïden, stoffen welke je zenuwstelsel dus zelf kan en zal aanmaken na acute stress, maar welke dus ook in CBD-olie zitten, dragen daaraan bij. Deze rust in jouw lijf en dit toewerken naar herstel in je lijf, dit heeft ook invloed op jouw eetlust. Want ten tijde van acute stress wordt jouw spijsverteringskanaal even helemaal uitgeschakeld. Jouw eetlust zal afnemen en ook de peristaltiek en de productie van spijsverteringsstappen in jouw spijsverteringskanaal zal afnemen. Want even kan geen aandacht besteed worden aan jouw spijsverteringskanaal omdat jouw lichaam stress moet overleven. Na een dergelijke stress is herstel nodig en voor herstel zijn bouwstoffen nodig. Ja, en er zijn bouwstoffen welke je lichaam niet zelf kan vormen, dus die enkel vanuit je voeding voort kunnen komen. Dus moet jouw spijsverteringskanaal na acute stress en na uitputting en schade in jouw lijf weer geactiveerd worden. De antistressstofjes zoals de cannabinoïden en dus ook de cannabinoïden in jouw CBD-olie zullen zorgen voor weer de activatie van jouw spijsverteringskanaal. Dus weer het toenemen van jouw eetlust, weer een betere productie van spijsverteringssappen en ook weer een betere peristaltiek. Zodat de stoffen welke bij moeten dragen aan het herstel in je lijf, het herstel van de balans, maar ook het herstel van schade in jouw weefsels en het weer goed werken van jouw afweersysteem, ook wel in jouw lijf aan kunnen komen. Deze verhoogde eetlust, wanneer jij die goed stuurt en jij zorgt ervoor dat juist stoffen die bijdragen aan het herstel in je lijf, het herstel van de balans, het herstel van schade, wanneer jij je voeding gaat sturen richting een voeding welke volop voorziet in essentiële bouwstoffen, dan kan de verhoogde eetlust en de verbeterde werking van je spijsverteringskanaal en het daarna weer verkrijgen van balans en rust in je lijf heel mooi meewerken aan gewichtsafname. Want wanneer vindt er alleen maar een gezonde gewichtsafname plaats in je lijf? Wanneer er rust heerst in je lijf en wanneer jouw lichaam bezig is met herstelprocessen, groeiprocessen, dan kan er namelijk een gezonde mate van vetverbranding plaatsvinden in je lijf met een lage bloedsuikerspiegel zonder spierafbraak. Wanneer jij echter op basis van je verhoogde eetlust, welke veroorzaakt wordt door de cannabinoïden in CBD-olie, wanneer je op basis daarvan voeding gaat eten welke volop bol staat van brandstoffen, niet-essentiële stoffen, voedingsstofconcentraten, voedingsstofisolaten en tekortschiet in essentiële bouwstoffen welke moeten bijdragen aan het herstel van in je lijf, het herstel van de balans, het herstel van schade, een goed werkend afweersysteem, dan kan jouw voeding alsnog niet goed verteerd worden en zorgt jouw voeding opnieuw van een overprikkeling van receptoren in jouw lijf, zoals de receptoren in jouw spijsverteringskanaal. Zorg jouw voeding voor opnieuw de activatie van jouw autonome zenuwstelsel en de acute stressreactie. Dan zorg jouw voeding voor ook nog eens een slechtere werking van de stoffen in CBD-olie. De kalmerende en pijnstillende effecten en de effecten welke invloed hebben op een betere werking van je afweersysteem zullen dan niet goed uitkomen, omdat jouw voeding dit allemaal weer verstoort. Weet dus, Joke, als antwoord op de vraag, CBD-olie kan bijdragen aan rust in je lijf, balans in je lijf. En rust en balans in je lijf is nodig om gewicht te kunnen verliezen op een gezonde manier. Dat wil zeggen vetverbranding, verbranding van overtollig vet zonder spierafbraak. Alleen, CBD-olie activeert dus jouw spijsverteringskanaal en doet jouw eetlust verhogen. En op het moment dat jij met je verhoogde eetlust voeding gaat consumeren welke de balans in je lijf weer acuut verstoort en weer je autonome zenuwstelsel doet activeren, dan kan
dit leiden tot juist een belemmering van de vetverbranding in je lijf, spierafbraak in je lijf en een verhoogd vetpercentage. En wellicht dus wel vanuit de activatie van je autonome zenuwstelsel wat gewichtsverlies, maar niet op een gezonde manier, want dan zul je spierweefsel ook gaan verliezen. Dat als antwoord op de vraag, Joke. Overmorgen zal ik sowieso ingaan op jouw autonome zenuwstelsel. De werking daarvan en de invloed van jouw voeding hierop. Dus ook de stoffen welke aanwezig moeten zijn in jouw voeding om jouw autonome zenuwstelsel zo goed mogelijk te laten werken. En om na inspanning dus ook weer te kunnen ontspannen. Voeding, welke dus ook nodig is, begrijp je vandaag, om de werking van CBD-olie, wat echt wel hele mooie werkzame stoffen bevat, om die ook wel gunstig te kunnen ervaren en niet in de weg te gaan staan. Maar ook voeding, welke, als je die regelmatig structureel consumeert, kan zorgen voor het voorkomen van al te veel stress in je lijf en dus niet eens het nodig hebben van de stoffen aanwezig in CBD-olie.